En dan geef ik nu het woord aan Kees. Dankjewel, Sharon. En heel erg dank voor deze uitnodiging bij dit illustere vaknetwerk, wat al zeer actief is en al heel lang bestaat. En ook leuk om zoveel collega's hier zeg maar mee te nemen in het nadenken over wiskunde A, wat daar nou precies de bedoeling van is en wat we daar mee zouden moeten. Dit is een beetje het thema wat ik vandaag met jullie graag wil bespreken. Maar ik zal mezelf ook nog even, voor de mensen die me niet kennen, nog wat nader voorstellen. Even in vogelvlucht. Nou ja, mijn naam is Kees Hoogland. Ik heb zuivere wiskunde gestudeerd in Leiden in een ver verleden. Tijdens de studie al erg geraakt door het onderwijs. Daarna wiskundedocent geweest in Leiden en in Castricum. Daarna leraaropleider op de Hogeschool van Amsterdam. De Witte Lelie heette dat nog, voor de leeftijdsgenoten onder ons. Ook bij IDOVU en Universiteit Leiden. Later heb ik op APS gewerkt, was meer nascholing van rekenwiskundedocenten. En verder heb ik me heel veel bezig gehouden met allerlei projecten rond rekenen wiskunde binnen en buitenland. Sinds een paar jaar werk ik op de Hogeschool Utrecht. En op dit moment ben ik daar lector wiskundig en analytisch vermogen voor professionals. Waar onder andere ook Theo van der Boog uit op Schaap in zit. Mensen die jullie ook waarschijnlijk in dit netwerk wel eens hebben gezien. Het lectoraat onderzoekt welke, wat professionals tegenwoordig in de huidige maatschappij nou in al die banen eigenlijk gewoon doen aan rekenen, wiskunde, statistiek. En dat onderzoek is het idee om daarover na te denken hoe we dat zouden kunnen terugvertalen naar het onderwijs. Bijvoorbeeld, wat zou dat kunnen betekenen voor wiskunde A en B op het HAVO en VWO? Dat is eigenlijk een hele mooie onderzoekslijn, zullen we zeggen, over iets wat me al heel lang bezighoudt. Want eigenlijk wil ik u even terugnemen naar 1984. Een aantal van de deelnemers waren waarschijnlijk nog niet geboren toen. Ik was in 1984 studentassistent aan de Universiteit Leiden bij vakdidactiek onder leiding van Gerben Bulthuis. En 1984 was een bijzonder jaar, want toen werd de nascholing gegeven voor een grote verandering in de bovenbouw van het VWO. Namelijk, er zou in 1985 wiskunde A en B ingevoerd worden. Op die nascholing zal je niet verbazen. Er werd iets over de achtergronden verteld. Er werd iets over het idee verteld. Grofweg wiskunde B voor de beta's, wiskunde A voor alfa's en gamma's. Dat werd daar toegelicht. En toen gingen we ook kijken naar de eerste opgaven, zullen we zeggen, zoals die in pilot-examens toen getoond werden. En er staat me nog levendig voor de geest dat er toen hele verschillende reacties waren tussen docenten die dat meemaakten. En er was een groep docenten die dacht, nou, dat vind ik wel prima, mooi. De vraag, waar heb ik dit voor nodig, wordt hier wel aardig mee, met die wiskunde aardig mee beantwoord, zullen we zeggen. Er zijn een heleboel leerlingen voor wie die wiskunde 1 echt wel heel abstract en een groot struikelblok is, terwijl het er ook de sociale wetenschappen gewoon vraagt om ook meer statistiekachtige dingen en dat soort dingen. Dus nou ja, meer praktische wiskunde, dat is toch wel fijn. Dat was één groep docenten. En een andere groep docenten die vond het echt helemaal drie keer niks. En het staat me nog bij dat daar ook een soort reacties op waren van zelfs mensen die heel boos waren. Die zeiden, ik heb zes jaar lang in de avonduren MOB gehaald. Ik ben nu een eerste graads wiskundedocent geworden. Ben ik nu verplicht om deze kwantitatieve maatschappijleer te geven? Waarom moet ik in verhaaltjes sommen verpakte wiskunde geven aan die leerlingen? Dus daar was een idee van dat de wiskunde die onderwezen zou moeten worden hierdoor erg op de achtergrond zou raken of verwateren zou of weg zou gaan. En het idee dat die contexten en zo allemaal maar ruis waren, zeg maar, vergeleken bij waar het om gaat. Soms, als ik de huidige discussie rond rekenen en wiskunde in de media en de social media zie, dan denk ik dat de discussie nog niet zo heel veel is opgeschoten. Want veel van dit soort narratieven zien we nog steeds terug in de discussie. Wat was de bedoeling toen van wiskunde A? Eigenlijk
wat hier ook al staat, met wiskundige kennis en vaardigheden een oplossing vinden voor een probleemstelling die voortkomt uit de situatie uit de werkelijkheid. Dat was toen de doelstelling. Dus het gaat eigenlijk om die wiskunde echt toepassen, problem solving toe te passen, zullen we zeggen, op situaties, zoals natuurlijk al in heel veel beroepen toen al gebeurde. Het was eigenlijk wel een beetje een voorloper op wat later wereldwijd ook met literacy is gaan noemen, wat later ook in PISA voor de 15-jarigen, zullen we zeggen, werd getoetst. Ik denk dat we nu nog steeds aan digitale geletterdheid een aantal elementen terugvinden, zullen we zeggen, die toen ook bedoeld waren om in wiskunde A te zetten. En ik wil dit even, voordat ik zo toch meer inga op het herontwerp en op de inhoud, wil ik toch even iets dit in een kort heel even in een historische context zetten. Want het is toch wel goed om even te bedenken hoe dat nou een beetje zit met die mindsets. Als je kijkt naar de eerste 25 jaar na de Tweede Wereldoorlog en je kijkt naar de inhoud van reken- en wiskundeprogramma's, dan was dat eigenlijk wereldwijd volledig gericht op het uitvoeren van basisbewerkingen reken- en wiskunde, cijferen en algebra. Waarom? Simpelweg omdat dat de enige manier was waarop je wiskunde kon bedrijven. En dat was ook de enige manier waarop je überhaupt dingen kon uitrekenen. Met pen en papier zorgvuldig berekeningen uitvoeren. Het is onvoorstelbaar dat in die 25 jaar na de Tweede Wereldoorlog alles wat toen gebouwd is, raketten, fabrieken, de hele industrie, het midden- en kleinbedrijf, alles wat toen opgebouwd is, de landbouw en dat soort dingen, alles wat toen uitgerekend moest worden, is met pen en papier door ingenieurs en door rekenaars uitgerekend, gewoon omdat er geen andere manier was om dingen uit te rekenen. Er zijn nog foto's van het CWI waar zalen vol met rekenende vrouwen zaten. Misschien ken je ook de film Hidden Figures, zullen we zeggen, bij de NASA, waar hele zalen vol met rekenende vrouwen zaten om numerieke problemen door te rekenen. Dat was toen de realiteit en dat was natuurlijk ook gewoon de allerbelangrijkste doelstelling van rekenwiskundeonderwijs, dat je dat soort dingen kon. Want anders kon je niks, zullen we zeggen. De laatste kwart van die vorige eeuw zien we natuurlijk dat er toen rekenmachines en computers opkwamen. We zagen dat verschuiven, we zagen dat niet alleen in Nederland, maar we zagen dat overal. Behalve die vaardigheden kwamen ook gewoon de toepassingsgebieden de klas in. De contexten kwamen de klas in. De dagelijks leven kwam de klas in. Toepassingen van allerlei dingen, niet alleen bij rekenen, wiskunde, ook bij natuurkunde en bij andere vakken kwamen veel meer toepassingen. Ook in het onderwijs. Dat is een van de basis geweest wat we dan nu realistische wiskunde noemden, of contextrijke wiskunde, of wiskunde A, zeg maar. Eigenlijk die toepassingsgerichte kant van het vak. Het is wel interessant dat, omdat het in die tijd is gebeurd, ik was in de jaren 80 auteur van moderne wiskunde, wij schreven contextrijke sommen, wij spreken ook voor de basisschool ging dat. Moeder gaat naar de markt. Zij heeft bananen nodig. De bananen kosten zoveel gulden per kilo. Zij heeft zoveel kilo nodig. Ze betaalde 25 gulden. Hoeveel geld krijgt ze terug? Vul dat hieronder in en ga dan naar de volgende opgave. Nou, op dat moment was de realiteit de klas ingebracht. Maar tegelijkertijd was er lappe tekst de klas ingebracht. En dat was natuurlijk in zekere mate problematisch. Want dat betekende dat leerlingen eigenlijk vanuit een geschreven tekst de situatie weer moesten recontextualiseren voordat ze aan het rekenen überhaupt maar toekwamen. Dat was zo, omdat er in die tijd, in de jaren 80, niks anders was. We maakten dat in WordPerfect 4.2. Als je daar een plaatje in wou hebben, dan had je 3 floppies nodig, zullen we zeggen. Dus dat was nou eenmaal zo. De werkelijkheid werd beschreven in woorden als je de werkelijkheid de klas in wou krijgen. Het treurige is dat dat nu niet meer nodig is, maar nog steeds praktijk is. Word, problems, beschrijvingen van context, eindeloos gepraat over wat dan de situatie is, is eigenlijk bij heel veel toetsen, bij heel veel schoolboeken, bij heel veel dingen binnen en buitenland nog steeds eigenlijk ongeveer de gewoonte, terwijl er eigenlijk heel veel andere mogelijkheden zijn. Om dit verhaaltje even af te maken, in het kwart van deze eeuw zie je wereldwijd een verschuiving, zullen we zeggen, om nog meer na te denken dat rekenen wiskunde niet alleen een vak is wat je, waarvoor je vaardigheden zou moeten leren of dat je zou moeten toepassen, maar dat eigenlijk die rekenen wiskunde natuurlijk helemaal doordesemd zit in die wereld waarin wij leven. Alles wat wij op dit moment doen, pinpassen, deze Zoom-meeting, alles heeft natuurlijk wiskundige grondstructuren.
en een soort mathematisering van de samenleving, zeg maar, en van de wereld door digitalisering en technologie is gewoon op dit moment heel groot. Dus we zouden er ook bijvoorbeeld over na moeten denken wat de rol van wiskunde en wiskundeonderwijs en rekenen en rekenenonderwijs zou moeten zijn om kinderen op die tijd voor te bereiden. Denk aan klimaat en klimaatmodellen. Denk aan pandemie en modellen. Denk aan fake news gebaseerd op allerlei getallen. Denk aan, nou ja, dat soort zeg maar issues zeg maar, wordt er op dit moment gedaan. Als je daar literatuur over leest, dan heet zeg maar, de eerste benadering nog vaak wel een soort computational mindset. Het gaat erom om iets uit te rekenen. En het gaat alleen maar om het antwoord. En het gaat alleen maar om goed-fout antwoorden. Lees bijvoorbeeld de rekentoets die weer afgeschaft is. Daar tegenover staat een soort mooie problem-solving mindset. Dus dat je in ieder geval het idee hebt dat je een probleem aan het oplossen bent met wiskundige middelen. En dat laatste noemen ze dan wel een soort social practice mindset. Nou, die computational mindset en die problem-solving mindset, die strijden als het ware voortdurend, impliciet of expliciet nog steeds door elkaar als je bijvoorbeeld naar allerlei toetsen kijkt. En ik denk ook dat als we naar de wiskunde A-examens kijken, dan zien we eigenlijk die twee dingen voortdurend nog door elkaar heen lopen. Met daarbij dan ook nog dat als er contexten zijn en er zijn vragen, dat dat allemaal zeg maar, in taal in één lettertype gebruikt wordt door het één hele grote letterbrei is geworden. Terwijl als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe de overheid tegenwoordig met haar burgers communiceert. Dit is het corona dashboard, moet je gewoon eens bedenken. 80% van deze website bestaat uit rekenwiskundige informatie. 15 jaar geleden zou deze website hebben bestaan uit taal, waar je linksboven begon te lezen en rechtsonder eindigde met wat getallen in de tekst. 30 jaar geleden bestonden er nog geen websites. Zo snel verandert de wereld dan ook wel weer. Ja, maar dit is gewoon, als je hier naar kijkt, het is toch een context, zullen we zeggen, die niet zomaar een gezochte context is. Maar hier moeten mensen in Nederland, burgers, hun beslissingen op baseren. Dus er is nog wel wat het een en ander aan de hand. Klassiek in die problem-solving mindset zit eigenlijk dit schemaatje. Want op allerlei plekken zien we die terug. Oorspronkelijk komt dit uit de problem-solving cycle van allerlei onderzoekers, België, Duitsland. Het is in PISA gehanteerd. En dat betekent dat je denkt, we hebben een probleemsituatie, die vertaal je naar een wiskundig probleem. Dan reken je dingen uit, dan vertaal je dat terug naar de situatie en dan trek je conclusies. Een basismanier waarop problem-solving gaat. En dat is interessant, want die hele cyclus doorlopen, dat is eigenlijk wel de bedoeling van wiskunde A steeds. Terwijl de computational mindset zich eigenlijk alleen maar interesseert in de rechterkant van boven naar beneden. Dat het gaat om de wiskundige handeling om het uit te rekenen. En dat de rest als het ware een soort verpakking is om uiteindelijk bij die wiskundige handelingen terecht te komen. En daar zit nog steeds een beetje een spalt in het denken over wiskunde A. Soms komt hij, zo ziet hij er bij rekenen, ziet hij er eigenlijk hetzelfde uit. Dit komt dan uit PISA. We zien hem ook terug in protocol EEWD, net anders vormgegeven. We zien hem in Duits onderzoek rond problem-solving. Ik heb met Sharon afgesproken, die presentatie krijgt u ook gewoon allemaal. Dus als ik er een beetje snel doorheen ga, niks aan de hand, maar dan komen we zelf daar weer mee terug. België, Verschaffel en de Korte, die hebben, en al die modellen zijn ongeveer hetzelfde, zullen we zeggen. Je gaat van wiskunde naar de werkelijkheid en terug. En dat is een van de belangrijkste zeg maar, functies die wiskunde kan hebben, waar je leerlingen dan bijvoorbeeld het met leerlingen over zou kunnen hebben, dat ook echt de bedoeling is, zullen we zeggen, van dat vak wiskunde A. We zien hem zelfs terug in de syllabus rekenen, zullen we zeggen, die voor de rekentoets. Dus dit denken in problem solving zie je wel op allerlei dingen terug, maar nog niet altijd in de klas. Mm-hmm. En dat is een beetje dus de tweespot. Ga je over de hele cirkel of ga je vooral op de rechterkant zitten? Even nog wel over wiskunde A, de ontwikkeling verder. Toen bedoeld gewoon vrij helder B voor beta's, A voor alfa's en gamma's, is helaas politieke A, wiskunde A ook een soort politieke speelbal geworden in allerlei wijzigingen sinds die tijd. Het was natuurlijk gewoon voor de M-profielen bedoeld en voor de sociale wetenschappen, toen zat het opeens in NRG.
ja, echt niet passend, zullen we zeggen. Dan toch ook maar weer algebra erbij, omdat het voor NRG belangrijk is. Ja, maar dat was nooit de bedoeling geweest. Ik bedoel, waar blijft de doorontwikkeling naar big data en data science? Daar zien we niks van terug. Waar zijn de laatste inzichten over problem solving, modeling en mathematizing? Waar zijn de ontwikkeling van tools en apps die daarvoor gebruikt worden in allerlei onderwijssituaties? En dus het vak is eigenlijk helemaal niet doorontwikkeld. Het is eigenlijk een beetje, misschien zelfs wel een beetje teruggegaan naar een soort klassieke word problems, zullen we zeggen, waarbij het gaat om de wiskundige handelingen. Natuurlijk zijn er ook wel didactische dilemma's bij. Doe je open of gesloten vragen? Ja, de examencultuur en de afrekencultuur en de mondige ouders die rechtszaken aanspannen, die zorgt er weer voor dat er opeens juridisch dichtgetimmerde vragen in staan. Die voor geen enkele misverstand of geen enkele onduidelijkheid mag daarin zitten, zullen we maar zeggen, want dan zouden leerlingen wel eens benaderd worden. Terwijl juist als je problemsolving doet, je zeker weet dat je altijd met benaderingen werkt en dat het juist gaat om het interpreteren van die benaderingen en dat soort dingen. En dus dan zien we ook natuurlijk omdat dat het antwoord gericht wordt. Het gaat toch eigenlijk gewoon om te kijken of het goede antwoord eruit komt. Die onzekerheidsreductie bij alle partijen. Ja, die leerlingen willen ook graag horen hoe het precies moet. En op hoeveel decimalen ze moeten afronden. Of het nou onzinnig is of niet, dat je in 2 decimalen moet afronden. Ze horen het toch graag, want dan weten ze wat ze moeten doen. Dus van alle kanten zit die onzekerheidsreductie erin. En dan zie je in zo'n examen natuurlijk ook nog dat het een ontzettend belemmerend typografisch kader is. Zullen we zeggen, waarbij blijkbaar heel weinig dingen mogen, zoals een kleurplaatje, wat een paar tientjes extra zou kosten, bij wijze van spreken, of een paar honderd, nou, misschien een paar duizend euro extra zou kosten, zeg maar, voor die hele oplage, en mag blijkbaar genees. En er is ook wel een soort beeldenarmoede dat de situaties maar voortdurend beschreven worden. Nou, in de laatste wiskunde-e-brief van deze zondag werd dan door Gerard Koolstra, denk ik, ook nog geconcludeerd dat de enorme lappen tekst in dit examen zorgen klaarblijkelijk voor veel irritatie en stress. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Als je kijkt naar een problem-solving opgave, dan is het op zich ook weer niet heel ingewikkeld. Als je dat zou willen vormgeven, dan heb je gewoon een aantal elementen die er altijd in zitten. Je hebt de context. Dat is namelijk de representatie van die echte situatie. En die context, die zou je natuurlijk gewoon apart neer moeten zetten. Dit is de context waar het over gaat. Soms moet je die beschrijven. Soms maakt taal deel uit van de context. Dat is wat anders dan dingen beschrijven. Bij een formulier of zo, dan zou taal gewoon, of van een instructie of weet ik van wat, dan zou taal gewoon onderdeel uitmaken van de context. Maar je kan ook gewoon met beelden gebruiken. Je kan met, zeg maar, voor de MBO-examens, nieuwe stijl, wordt er zelfs gedacht om korte videoclipjes, bij wijze van spreken, erin te zetten om een situatie te duiden. Of een animatie of zo, waarbij gewoon de context neer wordt gezet. Die zou eigenlijk zo authentiek mogelijk moeten zijn. Want het is raar om een authentieke situatie in taal om te zetten, om de leerling dan weer te vragen om eerst weer naar de authentieke situatie te recontextualiseren voordat ze gaan rekenen. Daarnaast zou je toch eigenlijk over die context een vrij specifieke specificatie of een probleemstelling moeten hebben. Wat wil ik eigenlijk weten in deze context? Waar gaat dit probleem eigenlijk over? Wat gaan we eigenlijk uitrekenen? Wat gaan we uitzoeken? Wat willen we hierover weten? En daarbij komt het concept voorstelbare vragen, heb ik gemerkt dat ook bij die rekentoets bijvoorbeeld en bij wiskunde A erg goed helpt. Voorstelbare vragen is in ieder geval vragen waarvan je kan voorstellen dat iemand ze zou willen uitzoeken in zo'n situatie. En leerlingen kunnen zich daar best op inleven. En dan heb je nog een paar opdrachten waarvan je gewoon zegt, wij willen gewoon dat je wel laat zien dat je, hoe we dat gaan uitzoeken en dat je dat ook laat zien dat je dat kan. En dan liefst ook nog een eindconclusie. Als eigenlijk gewoon heel wiskunde A al die onderwerpen veel vaker met zo'n soort schema zouden werken en ook echt op die problem solving in zou kunnen gaan, dan zou ook de taal, zullen we zeggen, in die verschillende blokken kan ook heel anders vormgegeven worden. Gewoon echt van elkaar onderscheiden, zullen we zeggen. En nu zie je in dat examen loopt het echt helemaal door elkaar heen, zullen we zeggen. Dus de leerling begint linksboven te lezen, maar weet niet of die in instructie zit of in contextbeschrijving of specificatie of zit hij al in een vraag. En dat is bijna voor leerlingen niet te doen, zullen we zeggen, om zoveel onduidelijkheid te laten bestaan over de functie van de taal die hij op dat moment aan het lezen is. Dus dat zou echt wel een reden zijn om echt een keer weer serieus en kritisch
naar zo'n te kijken. Dus nou ja, toen was een beetje de uitdaging. Toen ik inderdaad het laatste examen zag, dacht ik, nou, ik doe een oproep in de wiskunde 1-brief. Hebben een paar collega's op gereageerd. We maken gewoon een herontwerp. Gewoon even, wel een beetje uit de losse pols. Heel veel op aan te merken nog. Kan nog veel beter. Dus al uw opmerkingen erover, graag. Ik zie ze graag tegemoet. Hè, maar we hebben wel een aantal ontwerpprincipes daarin gezet. Dring de taligheid terug. Zonder aan het probleem oplossend karakter te doen. Maar je kan wel zeggen, ja, we moeten terug naar kale wiskunde. Maar ja, dan doen we geen wiskunde aan meer, naar mijn idee. Maar je kan die taligheid die er nu is, kan je gewoon ontzettend terugdringen. Maak beter onderscheid tussen teksten met verschillende functie. Zet die context helder en apart neer. Maak voorstelbare vragen met een probleemoplossend karakter. Kijk of de opgave gevat kan worden in een centrale probleemstelling met een aantal relevante deelvragen. Dat is eigenlijk gewoon een beetje de ontwerpprincipes die we hebben toegepast in dat herontwerp. En dat past ook gewoon als je kijkt naar echte situaties. Die zou je gewoon, er zijn zoveel echte situaties die je gewoon kan presenteren. En waarbij je dit soort voorstelbare vragen over zou kunnen stellen. We hebben een praktische uitwerking al gemaakt. Die zegt van ja, als je dat nou in examen zou moeten doen. Dat is wel grappig, hè? Er zijn ook andere vakken, kunstvakken, die hebben gewoon een bijlage. En in die bijlage staat eigenlijk gewoon de context waar de vragen over gesteld worden. Dan staat er gewoon bij opgave 1, staat het schilderij of het beeldwerk of weet ik veel wat. En daar worden gewoon vragen over gesteld. Nou, in kleur trouwens. Dus kijk naar de kunstvakken en je hebt zo'n mooi format voor de wiskunde A. Praktisch zou je toch denken van reduceren opgave tot hooguit 2 naast elkaar liggende A4'tjes. Zullen we maar zeggen, hè? Dat is een mooi geheel voor leerlingen. Bijvoorbeeld de linker bladzijde als bijlage, rechts zeg maar de probleemstelling en de opgave. Misschien heb je wat extra info nodig en dan even uitpuzzelen waar je dat het beste kan neerzetten. Deelvragen, een soort uitzoekvragen, oplosopdrachten. Dan kan je gewoon daarmee verder. We hebben niet zo heel veel gesleuteld aan de opdrachten in het examen, om er ook een beetje in de buurt te blijven. Maar we vielen ook op, sommige waren wel een beetje probleemoplossend bedoeld. Maar andere werden gewoon vragen gesteld waarvan je denkt, waarom wordt dit gevraagd? Als ik dit nou heb uitgerekend, bijvoorbeeld bij dat draaiend huis, dan moet je D uitrekenen. Dan denk ik, nou heb ik D uitgerekend en waarom? Voor wie? Voor wat? Zullen we zeggen. En dat, nou ja, daar zou ook kritisch naar gekeken kunnen worden. Want ik wil echt wel even, misschien kunnen we daar iets meer dan 5 minuten voor nemen aan het eind, Sharon, even praten hoe verder. Ik merk echt wel bij dit examen dat we echt wel actie zouden moeten ondernemen om te kijken of we niet iets kunnen doen, zullen we zeggen, om wiskunde A meer passend te laten zijn weer bij de tendensen rond modeling en problem solving.